Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over ons bloed. Bloed is superbelangrijk in ons lichaam. Een van de belangrijkste functies is dat het de snelweg is waarmee alle zuurstof en voedingsstoffen richting onze cellen komen en alle afvalstoffen juist weer worden afgevoerd. Wanneer bij iemand een buisje bloed afgenomen wordt, ziet dat er zo uit. Wanneer je dat eventjes laat staan, of als je het in de centrifuge doet, dan komt het er zo uit te zien: de zware cellen zakken naar onderen. Namelijk de rode bloedcellen. Daarboven zitten de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. En het gele daarboven is het plasma. De rode bloedcellen, oftewel erytrocyten, zorgen voor het zuurstoftransport in ons lichaam. Bij de longen koppelt het zuurstof, oftewel O2, aan hemoglobine in de rode bloedcel, vaak afgekort tot HB. En dan laat het weer los bij de cellen waar het nodig is. Op de buitenkant van de rode bloedcel zitten stofjes die bepalen welke bloedgroep je hebt. De belangrijkste bloedgroepen zijn A, B, AB en 0. Deze stoffen zijn de reden dat je niet zomaar bloed van iedereen kan krijgen bij een bloedtransfusie, maar dat dat een specifieke bloedgroep moet zijn. Bloedplaatjes, oftewel thrombocyten, zijn een onderdeel van de bloedstolling. Als je ergens bloedt, dan gaan de bloedplaatjes daar aan elkaar kleven. En dat vormt de basis van een korstje, wat er vervolgens voor zorgt dat de genezing kan beginnen. De witte bloedcellen, oftewel leukocyten, zijn onderdeel van het afweersysteem, want ons beschermt tegen indringers. Er zijn veel verschillende soorten witte bloedcellen, die allemaal hun eigen taak hebben in de bescherming van ons lichaam. Voorbeelden zijn neutrofielen, die heel goed zijn in alle rommel opeten die ze tegenkomen, zoals bijvoorbeeld bacteriën. En B-cellen die specifieke antistoffen maken tegen indringers. Plasma heeft meerdere functies, waarvan de belangrijkste is transport. Opgelost in het bloedplasma kunnen voedingsstoffen, hormonen, afvalproducten enzovoort door ons hele lichaam stromen. Ook speelt plasma een belangrijke rol in de homeostase van het lichaam, oftewel de noodzaak om alles zoveel mogelijk gelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur en pH, oftewel hoe zuur het bloed is. Plasma bestaat uit water, plasma-eiwitten zoals albumine, fibrinogeen en stollingsfactoren, en overige stoffen zoals elektrolyten en aminozuren. De hoeveelheid bloedcellen in het bloed is ongeveer 45% en de rest is plasma. De precieze verhouding daartussen noemen we hematocriet, oftewel HT. Alle bloedcellen worden binnen in de botten gemaakt in het beenmerg. Botten zijn dus niet massief, maar hebben een holte binnenin, waarin alle soorten bloedcellen gevormd worden. Daar zitten de bloedstamcellen die nog alle verschillende soorten bloedcellen kunnen worden. Download nu ook de gratis actieve samenvatting en hem in, zo zal je deze stof nog beter onthouden. Bedankt voor het kijken!